Majesteit, ik heb de pen te hand genomen. Ik wil per brief gewoon eens effen met uw bomen. In mijn leven is van alles misgegaan. Hier is het verhaal van een armzalig onderdaan. Een tijdje terug nam mijn man opeens de kuiten. En na mijn alimentatie ken ik flirten. Ik heb daar recht op, maar ik vraag daar nooit meer naar. Want dan komt hij langs en ramt hij alles in elkaar. Dus bij Beatrix, dan moet ik bijstand trekken. Dat is genoeg om net niet te verrekken. Ik heb een dochter en een tweeling Rick en Rob. Ik sluit een foto bij in deze envelop. Therese is 16 en ze schaamt zich voor de regen. Ze zou zo graag zo'n Michael Jackson hessie krijgen. Maar ik had geen geld, heb ik een streepjes teruggehaakt. Wordt het schaap op school voor zebra uitgemaakt. Voor Rick en Rob moest ik laatst merkschoenen kopen. Want ja, ze verdommen op goedkopen rond te lopen. Ik heb er financieel behoorlijk voor gebloeid. 2 maanden later waren ze eruit gegroeid. Vanmorgen draaide ik mijn laatste dubbie om. En toen zag ik uw gezicht en dacht ik kom. Ik schrijf die Beatrix een brief. Hooguit lees hem alsjeblieft. Als u hem uit hebt, nou dan snap u wel waarom. Begin dit jaar heb ik mijn pa in huis genomen. Hij heeft reuma, kan niet meer zelfstandig wonen. Staat op mijn wachtlijst voor het verpleegtehuis. Ligt op een stretcher in de kamer voor de buis. Verleden week lag hij naar Prijsjerijk te kijken. Ik stond in de goedkope uurtjes wat te strijken. En ene flits en hup Fred Oster die was zoek. Daar tweede Hansie met garantie tot de hoek. Ik durf geen mens meer voor een etentje te vragen. Ik ken ze moeilijk rauwe wortels laten knagen. Maar laatst zei Trace, mijn vriendje die eet mee. Ik kreeg ter plekke pijn in mijn portemonnee. Toen heb ik een diepvrieskip bij Albert Heijn gestolen. En het beest onder de pet van pa verscholen. Wat gebeurt er? Bij de kassa valt die flauw. Door die kip was die bevangen door de kar. De hele buurt die heb het in de krant gelezen. Maar word ik overal als jatmoos nagewezen. 2 weken terug ging ook de stofzuiger kapot. En werd mijn fiets gejat, hij stond nog wel op slot. Vanmorgen draaide ik mijn laatste dubbie om. Toen zag ik uw gezicht en dacht ik kom. Ik schrijf die Beatrix een brief. Hooguit lees hem alsjeblieft. Als u hem uit hebt, nou dan snap u wel waarom. Majesteit, toen zag ik het even niet meer zitten. Draaide het gas aan onder alle 4 de pitten. Ik was dood, maar zelfs dat zat me niet mee. Het gas was afgesloten door het GJB. Toch ben ik blij dat ik het heb mogen overleven. Anders had ik deze brief ook nooit geschreven. Majesteit, tot slot heb ik nog een vraag. Kan u eens praten met die Lubbers in Den Haag? Wil u eens vragen of die mij wat meer kan geven? Hij heeft zijn mond toch vol van zorgzaam samenleven. Economisch zegt hij zijn we weer gezond. Maar mijn huishoudplaatje krijg ik mooi niet rond. Bij voorbaat dank mocht u bij Lubbers wat bereiken. Het lijkt me sterk hoor, die zorgt alleen maar voor de rijken. Nou dan doe ik na de envelop maar dicht. En plak rechtsbovenin uw lachende gezicht. Vanmorgen draaide ik mijn laatste dubbie om. Toen zag ik uw gezicht en dacht ik kom. Ik schrijf die Beatrix een brief. Hooguit lees hem alsjeblieft. U hebt hem uit, nou snap u wel waarom.